uit de klas dat er dat we meedoen aan e-waste-race. En wat houdt er eigenlijk precies in? Ja, er komen vrouwen in onze klas die allemaal dingen vertellen over e-waste. Oh, en waarom doen we eigenlijk mee met e-waste? Ja, we willen natuurlijk dat de wereld beter wordt. En, want er zit natuurlijk allemaal zilver, koper, goud en dat soort dingetjes in je telefoon of andere elektronische dingen. En dat willen we minder. We willen dat dat minder verkocht wordt en zo. Dat al die telefoons, zodat we minder hoeven graven in de grond na die dingen die in het apparatuur moeten. En wat is e-waste? Ja, eigenlijk staat de I is Engels voor elektronisch. En waste is afval. Dus eigenlijk elektronisch afval, dat we dat minder willen. En was er andere manieren om te gaan met apparaten? Ja, eigenlijk dat je bijvoorbeeld als iets gewoon goed doet, bijvoorbeeld een tablet, en dat het gewoon alles goed doet, behalve het scherm zit te scheuren. Dan kan je bijvoorbeeld naar een repair café brengen. Of je kan iets op maaltijd zetten als het gewoon nog goed doet. En als je het dus nog niet zelf wil houden, maar dan kan je het gewoon op maaltijd zetten. Je kan dus gewoon spullen een tweede leven geven. Mm-hmm. Hoe kan je minder e-waste produceren? Ja, eigenlijk door dus gewoon spullen een tweede leven te geven. Dus naar een repair café te gaan. En op marktplaats te zetten. En wat je ook belangrijk als je het weg toch echt weg moet gooien, dat het niks meer kan, dat je het goed dat je het in een goede prullenbak gooit en niet gewoon zomaar in de prullenbak of zo. Dank. Ja, jij ook. Doei. Doei. Nou. Ja, ik liep hier toevallig langs en ik hoorde dat er iets over e-waste ging. Omdat ik ook misschien mijn tablet bij een repaircafé kan brengen. Is dat mogelijk? Want eigenlijk is alleen mijn scherm kapot. Ja, hier, het scherm is wel kapot, maar doet het nog wel. Je kan hem naar een repaircafé brengen en daar kan je gewoon kan je best makkelijk gewoon bij hem brengen en zeggen wat je een nieuw scherm wil. En dan zetten ze een nieuw scherm op. Oh, top. Dus ik hoef helemaal geen nieuwe te kopen. Nee, dan help je ook met de wereld dat er niet nieuw goud, koper en dat soort zilver en dat soort dingen op onze goud. Dus dan help je de wereld en dan hoef je zelf minder geld uit te geven. Nou, dat is toch perfect. Dan zie je zelfs, hè, dat is de zesde leer van de leerlingen. Ja. 1. De wereld heeft mooie plekken en als je met ons mee helpt, behouden we die ook. Doei!